Welkom dames en heren, hartelijk welkom bij Zomer in Gelderland, de vierde alweer. En of het zomer is in Gelderland, het wordt alleen maar warmer. Vandaag, welkom vanuit... Zeven weken lang, 35 gemeenten doen we aan. Iedere dag een andere locatie, allemaal hartstikke live. Vanmiddag was het bij radio al heel erg gezellig, kijk maar. Laten we beginnen met een mooi liefdesnummer. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Dat niet een lekker begin ja. is. Ik hou van jou. We hebben een heel vol programma, dus ik ga snel beginnen. We hebben natuurlijk het Museum van Eén Dag. We hebben een fantastische kok weer in de uitzending. We hebben geweldige gasten. Maar in tegenstelling tot wat ik gisteren zei, is dat niet Patrick Pothuizen, want die ligt ziek in bed. En dat zal je maar gebeuren met dit weer. Maar we hebben een zeer waardige vervanger gevonden. U kent hem vooral als speler van Feyenoord. Hij is als enige trainer geweest van de drie grote Nederlandse voetbalclubs. En op dit moment is hij analyticus... Voor Langs de Lijn mag ik een heel hard applaus, dames en heren. Hans Kraaij, senior. Ik ga toch één keer zeggen. Ik mag Hans zeggen en liever geen senior meer, hè? Nee, dat moet je weglaten. Dat moet ik vooral weglaten. Dus het blijft Hans vanaf nu. Hans, waarom gaan wij winnen zondag? Nou, ik weet niet of Nederland gaat winnen, eerlijk gezegd. Nee? Nederland heeft het tot nog toe fantastisch gedaan. Ja. En alle wedstrijden gewonnen. Wanneer je zegt ze hebben formidabel gespeeld, nee. Dus ik hoop dat Spanje speelt zoals ze gisteren spelen. Dan is er een goede kans. Ja. Maar wil Nederland winnen, dan zullen ze heel, heel erg goed moeten zijn. Ik hoop het van harte, ja. Maar eenvoudig zal het niet worden. Nou, hoe goed ze waren, gaan we even een klein stukje van zien. Nederland gaat drukken. Komt die bal met een hard schot en die gaat erin! Het is Van Bronckhorst! Het is 105e in het land! Die de bal er gewoon in rost van 20 meter! Een goede aanval, een uitstekende aanval! En hij denkt, ik schiet er daar gewoon een keer in. Dat doet me denken aan de wedstrijd tegen Ierland. Ooit een keer in Rotterdam. Toen scoorde hij ook zo een enorme plof. En dit is erg, erg lekker. Ben je nou jaloers op het volume van Jack van Gelder? Of, Nee. Nee, nee ik hoor en ik zie mezelf dat niet doen. Nee, niet op die manier. En dat vind ik niet erg. Nee, iedereen nee. zijn eigen stijl, hè? Over jaloezie gesproken, ben je jaloers op Van Marwijk? Ja, Van Marwijk moet ik heel eerlijk zeggen, die levert echt een fantastische prestatie. En ja. of hij nou wel of geen wereldkampioen wordt, dat interesseert me niet zoveel. Nee. Maar hij heeft met een team heeft hij het zo goed gedaan. Het elftal heeft hij heel stabiel gehouden, ja. constant gehouden, heeft geen gekke dingen gedaan. Tegen Brazilië dacht iedereen in de rust, hij gaat wisselen. Dat deed hij niet en het is goed uitgepakt. En je moet een beetje geluk hebben, maar voor de Nederlandse trainerswereld en de Nederlandse voetbalwereld ja. heeft hij ongelooflijk veel reclame gemaakt in de hele wereld. Maar hoe heeft hij dat dan gedaan? Hè? Heeft dat team stabiel gemaakt? Zeg je maar hoe dan? Ja, maar niet alleen het voetbalteam wat hij rondom zich had lopen. Hij heeft Kees Jansma heeft hij lopen, die heel geroutineerd is, Hans Joritsma. Ja. Hij heeft een hele goede fysiotherapeut lopen. En hij heeft Luc van Acht lopen. Hij heeft mensen om zich heen verzameld. Ronald de Boer, Philip Cocu. Ja, die weten wat topvoetbal is. Ja. Daar luistert hij naar, daar kijkt hij naar. Ja. En ze opereren als een geheel. En er is rust. Er is rust. En dat voor ons verbaast mij zeer. In een elftal, dat een elftal 23 spelers ja. die vier weken bij elkaar zijn. Meestal ontstaat er dan toch een beetje animositeit. Ja. Omdat de ene vrouw meer in belangstelling is dan de andere vrouw. Dat moet je niet onderschatten. Mm. Nou, er zijn wel wat vrouwen meer in de belangstelling. Hoe de ene heet, dat weet ik niet meer, die vrouw van Wesley Sneijder. Dat ben ik vergeten in de tussentijd. Maar het gaat allemaal geweldig. En, ja. en ze gedragen zich naar de pers toe. Dus naar de mensen toe, als een heel erg goed. Ja, ja, de spelers ja. gedragen zich ja. op het ogenblik formidabel. Ik ben er verrast over. Maar dat is dus te danken aan een heleboel mensen. En niet alleen aan Van Marwijk of de spelers. Nee, maar hij is wel de leidinggevende. En ja. Ja, ik hoop van harte dat Nederland wereldkampioen Zo, wordt. Nou. En als ze wereldkampioen worden, dan is de trainer... die is wereldberoemd voor zijn hele leven. Ja. Maar de spelers ook. Ja. Weet jij wat een devil's kiss is? Een devil's kiss...
Ja, die geeft mevrouw. Vandaag ga ik drinken. En dat oh, mag devils, je, mag... Is het soms een drankje? Het is een drankje. Kijk. Jorike kan ons vertellen wat daarin zit. Ja, er zit Kahlua in, Grand Marnier en een heleboel bruine rum. Kijk nou, eruit. Ik wil je vragen, Hans, of jij Jorike wil helpen met de, ja, met de cocktail. En waar moeten ze naartoe brengen, naar die tafel? Ja, straks pas, hè. Maar je moet ze eerst maken. Eerst gaan wij maken. Ondertussen even kijken naar wat mooie beelden uit de gemeente Culemborg. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você ainda vai querer que eu chegue no final. Bij mij staat kok Walter Klaassen. Hallo. En ik zeg bij mij, maar zo, ja, heet het restaurant ook, hè? Ja, dat klopt. Zo heet het in dat restaurant waar ik werkzaam ben. En wat is dat voor restaurant? Het is een restaurant hier in Culemborg van ongeveer 40 plaatsen kwijt. En, klein? Ja, het is niet zo heel groot, maar nee, hoeft ook niet. En nee, we proberen gewoon een goed product neer te zetten voor een goede eerlijke prijs. Met de mooie producten en verse producten. En dat iedere dag opnieuw. En hier liggen ook verse producten. Ja, wat zeker. Ga je maken vandaag? Ik ga vandaag een vegetarische salade maken. Gewoon lekker, niet te zwaar met dit weer. Dus ja, van gegrilde groenten. Ik heb courgettebloemetjes die ik ga vullen vanmiddag. En die gaan we frituren. Die heb je al gevuld of niet? Nee, die heb ik nog niet gevuld. Oké, dan ga je die, zo... Die gaan we straks vullen. Leuk. Dus het zijn eigenlijk gewoon mini courgettes met het bloemetje er nog aan. En dat kun je eten, hè? Die kun je gewoon eten, leuk, jazeker. Ja. En nou zag ik dit, dat wil ik even laten zien. Dat gele, ja, wat is dat? Dat zijn de gele courgettes. De meeste kennen natuurlijk alleen de groene courgette, maar dit zijn is de gele variant. En dat smaakt precies hetzelfde? Is nagenoeg hetzelfde, oké. Ja. En jouw restaurant, het restaurant waar je werkt, is dat... vegetarisch restaurant dan? Nee, het is niet vegetarisch, maar we doen altijd wel een vegetarisch voorgerecht, hoofdgerecht op de kaart zetten. Ja, dat onze vegetarische gasten... Ook in Culemborg. Ook in Culemborg, ja. Nou, ik ben heel benieuwd, vooral naar die, hoe dat smaakt. Nou, we zullen het straks proeven. Ja, ik ga het proeven. Okay. Succes, kom straks even bij je terug. Prima, tot straks. Ga ik even naar het museum voor mijn eerste rondje. Ja, het is u wellicht inmiddels bekend, maar dit is het museum van één dag. En dat mogen lokale mensen vullen... met hun spullen, maar je mag er ook zelf in gaan zitten van mij, hoor. En dat heeft Ank gedaan, Ank Schots. En er staat hier, het object is de gispenstoel. Dus mag ik Ank zeggen? Ja. Ja? Ja, ik ben ook antiek, dus. Je bent antiek? Net als je stoel, wou je zeggen? Ja, 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 want ik werk ook in een museum. Je werkt in het museum? 18 jaar als vrijwilliger. Oké. Okay. Dus het past wel. Hé, hey, maar jij zit op die stoel, ja, en dat is een gispenstoel. Ja. En waarom wilde je die in het museum zetten? Ja, ik zocht een stoel en ik kwam in een cirkelwinkel. Zo'n, was... Kringloopwinkel, oh, een cirkelwinkel. Ik noemde altijd een cirkelwinkel, ja, maar de kringloopwinkel. Ja. En dan loop je eens doorheen en toen viel mijn oog op de stof, want die stof die herkende ik. Ga staan, kunnen we hem zien? Ja, herkende ik. Want ik had thuis een stoel staan uit een oude directiekamer en dat was een gispen, dat wist ik. Ja. Er zat dezelfde stof op. Ik denk, nou, die is mijn. En wat kostte die? Ik dacht 10 gulden. 10 gulden? Ja, maar het is natuurlijk voor het goede doel, hè. Dat is die stichting, die heet Bartje. Of dat heet nog eigenlijk veel langer. Maar ze kennen me als Bartje. Dan kun je als 55-plusser kun je bellen. Als je naar de dokter wil, ja, of je naar je tante. Ik vind het hartstikke lief. Je gaat een heel verhaal vertellen. Maar het gaat maar om die stoel. Ja, maar je hebt al voor 10 gulden gekocht. Ja, daar. En wat is die waard? Wat de gek ervoor geeft, geloof ik. Ja? Ja, er zit geen prijs aan. Nee, gispenstoelen zijn niet gewoon per definitie heel prijzig. Dit is uit de vergaderkamer. Ja. Ja. Dus maar het zitmeubilair uit de huishoudens, die zitten dik in de prijs. Ah, oké, die zijn duurder. Ja. Ja, ja, dat zijn hele vette prijzen. Maar hij zit lekker. Hij zit prima. Het is hard. Het heeft een goed rugsteuntje. En, ja, dus ik had een stoeltje nodig. Nou, dat is dus goed. Dus ik was er blij mee. Blijf je lekker zitten? Ja, ik blijf lekker nou, zitten. Helemaal gezellig. Ja,
Hij staat in de collectie van het Elisabeth Weeshuis. Want daar is allerlei zitmeubilair, ook huishoudelijk, voor thuis en zo. En het is de moeite waard om daar eens te kijken. Van Gispen allemaal. Het is anarchisme meubilair. Ja. Ja, wat super. Op de zolder van het museum staat tot en met september. Nou, fantastisch. Ja. Daar moeten we allemaal naartoe. Ga lekker zitten, Ank. Ik ga weer lekker. Vind ik leuk als jij in het museum zit. Je mag best even klappen hoor, want het is spannend om in zo'n museum te zitten. En dan ga ik even hier naartoe, naar dit boekje. Want dat is ook wel een opvallend boekje. En dat is van Dieke. En die staat meteen naast. Nou, helemaal goed. Inderdaad, ja. Dieke, wat is dit voor boekje? Nou, ik werk al 21 jaar in de stichting Zorgcentra het Betuwe in Culemborg bij het Trix Verpleeghuis. Ja. 4 jaar geleden gingen we kleinschalig werken. En toen is dat boekje ontwikkeld. En die foto die spreekt mij heel erg aan. Ja, er zijn toch nog 2 gelukkige mensen. Ondanks dat je in het verpleeghuis moet wonen. Ja. En je doet dat werk al 21 jaar, ja, zeg je? Ja. Dat is lang. Ja, dat is best lang, ja. Nooit overwogen om iets anders te gaan doen? Nee, nooit. Want? Ja, het is echt een roeping voor mij. En het is ook gewoon heel erg dankbaar werk om voor mensen iets te kunnen betekenen. Om toch nog zo'n prettig mogelijke dag te kunnen beleven. Ja, ja. Want hoe ziek zijn de mensen die daar wonen? Nou, het is een verpleeghuis, hè, dus dat zegt het al. Ja, heel erg ziek. Ja. Maar lichamelijk of geestelijk. Het lijkt me, dan ben je dus omgeven door mensen die heel erg ziek zijn. Niet heel lang meer te leven hebben ook. Dat lijkt me niet de meest vreugdevolle omgeving altijd. Nee, maar dat is nou juist het leuke ervan. Want je kan het toch nog wel zo leuk mogelijk voor ze maken. Ja. En ja, dat is eigenlijk het doel van ons werk. En wat doe jij dan met je verdriet als je afscheid moet nemen van iemand? Ja, daar staan wij toch wel vrij gemakkelijk in. Want anders kun je het niet redden in dit beroep. Nee. Maar goed, wij mogen ook gewoon afscheid nemen. En we worden er ook altijd bij betrokken. Dus, ja. En je mag ook als huilen, neem ik aan. Hè? Ook, dat heel mogen goed. Wij ook zeker Ga vooral weten. Door met je fantastische werk. Dank ja, je wel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en dan dit boek, want mijn volgende gast die schreef deze superspannende jeugdroman. En ze heet Anna. Hoi. Anna Wolts, moet ik zeggen. Ja. Want dat is je hele naam. En ja, wacht heel komt even hand. Wat ik kon brengen. Je gaat ons een devils kusje geven. Hier word je ze dronken van de naam. Denk ik. Zo dronken als een aap. Ja, Hans, je hebt mazzel, want je woont in Culemborg, hè? Ik woon in Culemborg, ja. 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 Dus jij bent niet met de auto? Huh? Je bent niet met de auto? Ik ben met de auto, maar ik drink niet op, hoor. Oh, je gaat niet opdrinken. We gaan hem gewoon even proeven, ja? Het carillon maakt toch een bak herrie, dus wij proosten gewoon even. Proost, Anna, welkom. Proost. Proost. Fijn dat je er bent, Hans. Proost. Proost. Even proeven. En is een hond aan het janken, want die kan niet tegen dat carillon. Nou, daar kan ik me iets meer voorstellen. Anna, dan kan ik ook nog blij zijn. Anna, je bent schrijfster, ja. Maar ooit als jong meisje, toen jij moest leren lezen, heb je besloten, ik ga in staking, ik ga niet leren lezen. Hoe zat dat? Nou, ik was 6 jaar oud en dan moet je beginnen natuurlijk met van die heel simpele eerste leesboekjes. Ja. En ik hou van mooie echte verhalen. Ja. En dat ging alleen maar over Pim zit op de wip. En dan komt er een mus op de wip. En ik dacht, daar doe ik het niet voor. Dat niveau, dat is te ingewikkeld. Dat lezen is moeilijk en dan wil ik een echte beloning, een mooi verhaal. Ja. En niet alleen maar over Pim. Maar dat zat er dus al heel, heel jong in. Ja. En het eigen grijden ook een beetje, ben je dat? Wel een beetje, ja. Ja. Het is helemaal goed gekomen met jou. Het is sowieso heel goed natuurlijk als je de mus en de Pim en weet ik veel allemaal niet meer lezen. Je bent vanaf je 12e al gaan schrijven. Ja. En als puber heb jij 1 jaar lang columns geschreven voor de Volkskrant. Ook klopt. Nog. Ja. Wat is nou jouw favoriete thema? Of heb je die niet? Voor kinderboeken bedoel je dan? Mm-hmm. Ik hou er heel erg van een groepje kinderen dat zelf een groot avontuur beleeft. Dus mijn eerste zorg is altijd, hoe krijg ik de ouders weg? Zodat ik daar geen last meer van heb. En dan de kinderen die zelf zonder heel verantwoorde ouders een groot avontuur beleven. En dat is in Black Box, het boek dat ik heb gelezen. Is dat ook aan de hand, hè? Er worden een aantal kinderen als een soort Big Brother in een huis gestopt. Zonder toezicht van ouderen. Ja. Ja, het is een ontzettend spannend boek. Ik vind het erg mooi. Ook voor volwassenen. Dat is ook echt een jeugdboek. Het is voor 14 plus. Dus dat is nauwelijks meer een kinderboek eigenlijk. Okay. Mijn andere boeken zijn vaak meer voor echt 10-jarigen bijvoorbeeld. Ja. Hans,
bij voetballers denk ik eigenlijk, die lezen niet. Is dat een vooroordeel? Ja, absoluut. Ja? De meeste voetballers, als die nu in het trainingskamp zitten, dus op het Nederlands elftal, die kaarten ons ongelooflijk veel. Ja. Ja, ik kan niet eens kwartetten. Dus ik lees, en ik lees elke dag. Ik lees elke dag 3 kranten. Ik ben echt een boekenlezer. Ik ben vaak in Amerika. Ja, ik hou van Einstein en van Steinbeck en van ja. Ja, die grote schrijvers, van Hemingway. Dat vind ik prachtig om te lezen als je daar bent. Nee, er is vaak een oordeel over voetballers dat ze allemaal dom zijn. Ja. Dat is niet zo. Nee. De meesten zijn wel rijk. Ja, je zegt de meeste. Geldt dat ook voor jou? Nee, voor mij niet. Nee? Ik ben in de categorie, nou, ik ben heel niet jaloers. Maar als je hoort dat de spelers dus nu aan het eind van het toernooi 300.000 euro mee naar huis nemen. Ja, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja, is veel. En als ze miljoenen verdienen. Nee, toen ik speelde en ik stopte in 70, toen was het beste salaris wat je had 40.000 gulden. Ja. En dat was toen veel. Ja. Ja. En je was semi-prof, je werkte ook. Want ja. Naast mijn voetbalcarrière ben ik heel lang fysiotherapeut geweest. Ja. En toen ben ik ongelukkigerwijs ook in de mediawereld terechtgekomen. Dat is niet altijd een geluk, maar wel leuk. Waarom? Waarom zeg je ongelukkigerwijs? Nou, het is niet de meest sympathieke wereld, vind ik. Als je praat over jaloezie in de sportwereld, is er in de journalistieke wereld ook wel veel jaloezie, vind ik. Ja, dat kun je wel stellen. Veel ellebogenwerk en nare wereld op verkeer. Absoluut. Ja. Waarom denk je dat ik bij TV Gelderland zit? Ik zit helemaal goed, joh. Blijven zitten. Ben jij niet jaloers op die bedragen die hij noemt? Want verdient dat een beetje als schuister? Nou, ik kan ervan leven. Mooi. Dus dat vind ik eigenlijk heel goed al. Je hebt nu een boek geschreven over het Elisabeth Weeshuis. Ja. Daar heb je opdracht toe gekregen. Kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Want het boek is nog niet. Het Elisabeth Weeshuis bestaat dit jaar 450 jaar. Ja. En toen hebben ze mij dus gevraagd om een kinderboek te schrijven dat speelt in het Weeshuis. Ja. En ik mocht zelf kiezen in welke periode ik dat wilde laten spelen. Dus ik heb heel veel onderzoek gedaan. Maar wel een weesmeisje verzonnen. De hele omgeving is dus echt waar. Maar ik heb een weesmeisje verzonnen die in 1899 in dat weeshuis terechtkomt. Dus ik heb heel veel rondgelopen in het weeshuis, wat nu een museum is. Dus je kunt alles nog zien. Ja. Maar ook hier in Culemborg. Want zij loopt natuurlijk ook rond door Culemborg. Hier over de markt loopt ze ook. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Dat is jouw link met Culemborg ook, hè? Ja. Dat boek. Ja. Wanneer komt het uit? In oktober. Oktober, ja. Oké. Wat doet Hans om te ontspannen in Culemborg? Ben ik benieuwd naar. Ik? Ja. Ja, nou ja, ik amuseer mijn vrouw zoveel mogelijk natuurlijk, zoals de meeste mannen hier. Dat is een opdracht. Ja. Nee, ik kom ook veel in Tiel, want mijn ouders en mijn grootouders komen vandaan. Maar geloof het ook niet, mijn grootvader van vaders kant, dat was een hoofdonderwijzer, die schreef ook. Die heeft de Kermisjongen geschreven. Maar die gaf ook verhalen van, als er een uitvoering was geweest. Ja. Ja. En het regende een keer op een avond. Dus hij dacht, nou ja, die uitvoering die zal wel goed zijn. Hij bleef thuis. Dus hij schreef een prachtige recensie. Maar die uitvoering werd afgelast. Die ging helemaal niet door. Oh, joh. Dus ik moet even ergens naartoe praten. Het is ook vervelend van televisie dat het snelheid heeft. Ja. Want we gaan skaten met Jantine. Als er iets is wat ik leuk vind om te doen, dan is dat schaatsen. Maar met dit mooie weer is dat een beetje lastig. Daarom ga ik vandaag schaatsen op wieltjes. Dat doe ik samen met Rini van de plaatselijke schaats- en skatevereniging. En Rini, welke route gaan we doen? Wij gaan vandaag de waterlinieroute doen. Een stukje Diefdijk, een stukje door de natuur en een stukje langs de Lek. En hoeveel kilometer is dat? Nou, kilometer 20. 20? Ja. Je weet dat ik het nog nooit gedaan heb, hè? Nou, dat gaat met mij samen lukken. Nou. Ik ben benieuwd. Okay. Ja. Ik moet zeggen, ik voel het wel nu. Ik voel mijn hart in mijn keel. Maar ik moet zeggen, het is wel makkelijk te skaten. Ja, maar dat op zich goed asfalt.
mooie wegen, dus dat moet lukken. Dat hebben jullie zo uitgekozen? Routes zijn daarop eigenlijk geselecteerd, ja. En worden ook op die manier onderhouden, skatevriendelijk onderhouden. En dat is natuurlijk wel een pluspunt. Jullie hebben er 4, zijn ze allemaal even lang? Ongeveer even lang, maar je kan ze combineren. Dus je maakt hem eigenlijk net zo lang als je wilt. Want dit is voor een beginneling, moet dit goed te doen zijn? Bij ons, als we een tocht uitzetten, rijden ook de kinderen gewoon 10, 15 kilometer. En hoeveel kilometer moeten wij nu nog? Nog een paar kilometers. Schiet aardig op. Wat is een paar? Nou, oké, een stuk 4. 4? Ja. Nou. Oké. Ja, lukt wel, denk ik. Ja. Oké, doe hoor. Hou je het vol? Nou, krap hoor. Het is een onderdeel van de waterlinie. Die werd gebruikt om de polder onder water te zetten als het land aangevallen werd. En hoe oud is het? Nou, het is gebouwd zo 1830, 1840. Dus hij heeft al wat meegemaakt. Zo, ik heb genoten. Mooie dingen gezien. Ja. Vooral het fort vond ik erg leuk. Maar die 20 kilometer, daar moeten we nog een keer over hebben. Oké, 20. Nou, een beetje trainen, gaan we volgende keer over de 40. Een beetje trainen. Ik ga eerst een voetbootje nemen. Walter, jij bent eigenlijk opgegroeid in de keuken, zo'n beetje. Ja, als kleine jongen stond ik al bij mijn vader in de keuken. Hier ook toevallig in Culemborg, maar dat praten we over bijna 30 jaar geleden. Ja. Maar met de paplepel grootgebracht. Maar jouw vader was dus kok? Ja, die is nog steeds werkzaam als kok. Een goeie? Ja, absoluut. Ja? Ja, hoe goed? Heeft hij sterren bijvoorbeeld? Nou ja, vroeger heeft hij sterren gekookt. Het is wel grappig, mensen die bij ons komen eten bij mij, die kennen mijn vader ook nog die van vroeger. Die heeft jouw vader ook geproefd. Ja. Lijkt dat dan op elkaar? Hebben jullie een verwantschap daarin? Ja, nee. Weet je, je probeert ook altijd je best te doen, dat is gewoon het belangrijkste. Ja. Zolang je zorgt dat je gewoon goede producten werkt en eerlijke producten, dan... Ja. Is dat eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar wat maakt jouw werk nou zo bijzonder? Want het is zo hard werken. Ja, het is hard werken, maar het geeft iedere dag weer voldoening dat de gasten gewoon weer met een goed gevoel naar huis gaan. En gewoon ook weer terugkomen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat is heel belangrijk dat ze terugkomen. Ja. En waar houden die Culemborgers nou eigenlijk van? Ja, niet te moeilijk. Niet te moeilijk? Nee. Niet te moeilijk doen. Niet te gekke dingen. Doe maar gewoon, dat is toch gek genoeg. En, Past dat ook bij jou? Niet te moeilijk? Ja, maar goed, af en toe een keer een uitdaging om de mensen erbij te prikkelen is... Ja, dat is goed. Blijft ja. spannend. Ja. Nou, succes nog even. Het ruikt al heel erg lekker. Ja, precies. Verschiet geen op. Geen vlees, geen vis, maar gewoon groenten. Precies. Succes nog even. Loop ik voor de tweede keer naar het museum. Want ik maak altijd 2 rondjes. Eens even kijken. Hallo. Ank zit er nog steeds. Fijn hoor. Ja. Ik vond dit eigenlijk wel een mooie. En die is van Emiel Spithoven. Kom er eens bij, Emiel Spithoven. Als je even aan deze kant gaat staan met je rug naar het museum, kunnen we je zien. Wat is het, Emiel? Het is een batikstempel. En wat doe jij met een batikstempel? Stempelen. Ja. Je stempelt dat op stof of niet? Ja, op stof. Ja? En dat doop je in vloeibare was. Ja? En de was die op de stof komt... Daar komt verf tegenaan, daar stoot verf af. Ja. En de vorm van deze batikstempel, dat zijn 2 bloemen. Dus je krijgt telkens, als je hem opschrijft, een patroon. Mooi. Ik heb lesgegeven in batik. Ja. Dat is de eerste schrede naar de Indonesische cultuur. En daarna ben ik een eigen kookschool begonnen, Indonesische kookschool. En van waar je fascinatie voor Indonesië dan? Omdat het zo lekker en zo mooi is. Ja, zegt mijn vrouw komt er vandaan, ik heb verstand van. Ah, je hebt je vrouw er vandaan gehaald? Nee, die is aangeboren. Die woonde hier. Die woonde hier. Ja, oké. Okay. Maar is dat dan begonnen door haar, zeg maar, jouw fascinatie? Nee, toen ze tegenkwam, toen dacht ik weer iemand die niet kan koken. Mijn moeder zei dat altijd. Ja, ze kan ontzettend goed koken nu, hoor. Oké. Okay. En wat is het mooiste dat je hebt gemaakt met deze batikstempel? Het mooiste. Ik heb meer mooie dingen gemaakt. Ik heb voor mijn vrouw de trouwjurk ontworpen. Wauw. Ik heb een diadeem ontworpen en uitgevoerd. Een ontluikende bloem in emaille cloisonné. Oh, dat klinkt helemaal goed. Ik weet niet wat het is, maar... Nou, dat is heel mooi. Wat de Egyptenaren ook konden bij Tutankhamon. Okay. Dat is gewoon glazuur, oftewel emaille, waar gebrand wordt. Weet je wat ik voorstel, Emiel? Ja? Dat jij nog een keer komt op een andere locatie... Ja? Naar een prachtige foto of je vrouw desnoods in trouwjurk. Ik zal hem even pakken. Jij gaat hem pakken. Ga ik ondertussen even naar de andere kant van het museum. En dan ga ik even naar deze toe. Want die is van Trace. Daar wilde ik ook aandacht aan besteden. Waar is Trace? Hey,
Hey, dag Trees. Goeie wat avond, is dat? Middag. Avond, hè? Wat is het? Ja, wist ik het maar. Je weet het niet? Nee. Het is een erfstuk wat bij mijn ouders uit het huis gekomen is. Ja. Nadat zij overleden waren. Ja. En ik weet dat het waarschijnlijk uit textiel komt. Ja. Want mijn vader heeft 2 textielfabrieken gehad. Ja. Eén om overhemden te maken en de andere voor werkkleding. Ja. Ik weet dus ook niet uit welke fabriek die komt. Ik weet het. Ah, nee. Ik weet het. Niet omdat ik nou zo'n intelligent wezen ben, maar er kwam hier vanmiddag een man langs. En die zei, weet je wat het is? Dat is om sigaren te lijmen. Nou, dat kan dus niet, hè? Nee? Want, nee, dat kan niet. Bestaat want, niet. Bestaat niet, nee? Want hoe moet je sigaren lijmen? Want hier ging de lijm in, zegt hij. Ja. En dan draaide je dat rond en die pakte die lijm vast. En dan, ja, dat zegt hij, een banderolero-machine. Dat is belasting. Geen, nee. Nou, ik kan me niet voorstellen, niet want helpen, mijn vader is ook geen sigarenroker geweest. Okay. En we hebben niks, geen... Maar weet je wat? We hebben nu, u heeft het gezegd op tv. Als iemand weet wat het is, meld je bij Zomer in Gelderland. En dan laten wij het jou weten. Ga ik snel even naar de overkant. Oh, is dat je vrouw? Ja. Wat een beauty, ja, hè? Nog steeds. Ja. En dit is een ontluikende bloem met gouden bladeren die naar buiten steken. Prachtig. Een zilveren band. En hoe heet je vrouw? Sylvia. Gefeliciteerd, joh. Wat een knappert. Heb je goed gedaan. Zit in de familie. Ja, zit in de familie. Dankjewel. Ja, normaliter hebben we nu een kijkersvraag. Maar Patrick Pothuis is ziek. Dus u kunt uw nieuwe kijkersvraag insturen voor jazzpianist Peter Beets uit Groenlo. Daar zijn we morgen. Mail hem naar zomernetomroepgelderland.nl. Hans, is er wat voor jou? Een boek schrijven? Een boek schrijven? Ja. Nou, ik zou het heel interessant vinden. Ik zou het knap vinden wanneer ik een boek kon schrijven. Maar als ik zie hoeveel mooie boeken er geschreven zijn, dan denk ik niet dat er behoefte is aan een matig boek. Je bent bang dat je een matige schrijver zou zijn? Ik geloof niet dat ik... Ik kan best wat schrijven, maar een boek schrijven, dat lijkt me zo moeilijk. Ik vind het zo knap als ik een mooi boek lees, dat ik denk, ja, dat zijn unieke mensen. Dus ik zit eigenlijk tegenover een unieke vrouw. Je zit zeker tegenover een unieke vrouw. Maar hoe schrijf je nou een goed boek? Dat kun je vast niet zo even uitleggen, maar... Nou, het begint natuurlijk met een goed idee. Je moet echt een goed idee hebben voor een verhaal. En ik wil ook al het hele verhaal ongeveer hebben verzonnen voordat ik begin met schrijven. En het is heel lastig om dat allemaal tegelijkertijd in je hoofd te hebben. Ja. Dat hele verhaal, maar dat is juist ook wel het leuke. Dat het zo moeilijk is, maakt het voor mij ook juist wel heel spannend. Om elke keer weer ook iets nieuws te verzinnen. Het is dus eerst een soort fantasie in je hoofd. En dan ga je helemaal mee aan de haal. En dan op een gegeven moment denk je, dit is mijn verhaal. Ja, dan moet ik het, ja, ik moet helemaal voor me zien. En bijvoorbeeld nou bij zo'n boek over een weesmeisje dat in een weeshuis woont, dat echt hier speelt. Dan is natuurlijk... Hoef ik het niet alleen maar voor me te zien in mijn gedachten. Kan ik hier ook rondlopen. Ik heb ook oude aanzichtkaarten van Culemborg allemaal bekeken. Van hoe zag het eruit? Ja. Wat was de sfeer? Ja. Heb jij nog mensen gesproken die echt in dat weeshuis hebben gezeten? Nee, ik heb wel interviews gelezen. Er zijn nog een paar oud wezen. Ja. Want het weeshuis ging pas in 1952 dicht. Zo. Ja. Dus er zijn nog een paar mensen die zich echt kunnen herinneren hoe het was om daar te wonen. Ja. Ze zijn wel dol op carillons in Culemborg, hè, Hans? Ja, heel gelovig hier, hoor. Heel gelovig. Ja, dat heeft ook wel iets met jouw mooiste plekje te maken, hè, het geloof. Ja, als ik... Ik vind deze markt zo ongelooflijk mooi, omdat er zo'n schitterende kerk staat. Ik vind dat prachtig, mooie kerken, ook van binnen. Ja. Het oude stadhuis, dat ziet er schitterend uit. Ik hou van oude gebouwen. En een kerk heeft toch voor mij wel iets bijzonders. Maar ben jij gelovig opgevoed, hoor? Nee, maar ik ben wel getrouwd met een katholieke vrouw. Dus ik trouwde in de katholieke kerk. Ja. En ik ben niet katholiek, maar ik ga best eens een keer met mijn vrouw naar een dienst mee. En dan stop ik dat stukje brood ook in mijn mond. De hostie, Hans, heet dat volgens mij, toch? Maar ik voel me... Ik kan het ook mensen die niet gelovig zijn aanraden om af en toe de kerk in te gaan. Ja, zeker. Ja. Toen ik trouwde... Ja. Nou ja, mijn schoonouders waren natuurlijk ook ernstig katholiek. Ja, toen moest ik natuurlijk... Ik moest door het stof en toen trouwde je in de sacristie. Ja. Dus je mocht niet in de kerk werd ik getrouwd, maar in de sacristie. Ja. Want anders had ik deze vrouw die ik nu heb niet gekregen. Anders was het anders niet gelukt. Nee. Wij gaan even kijken naar het mooiste plekje van mevrouw Bons.
Ik vind het mooi. Mooi, echt een... Ja, ik vind het mooi. De schoonheid van, van het park. Maar we genieten gewoon lekker van de buitenlucht. Ja. Van de omgeving. Stil is hier, hè? Jazeker, heerlijk. Stil, hè? Nou, een beetje bijkomen. Hier in het park, daar kom ik maar één keer in de week dan. Dan gaan we samen een rondje maken door de plantage of eromheen. Dat is, daar zijn we net geweest, hè? Zouden we dan hierheen gaan en dan zo? Kijk eens, hè? Dit is mooi. Dat is mooi, hè? Ja, ik vind het wel prettig, hoor. Anders kom ik niet zo ver, hè? Kijk eens, hè. Nou, we hebben niks, hoor. We hebben geen eten. Hebben u genoten? Ja, ja. Zeer zeker. Nou, meld uw eigen mooiste plekje op zomerin Gelderland.nl en dan maakt u kans op hele mooie prijzen. Iedere dag besteden we aandacht aan een evenement dat op stapel staat. En vandaag is dat een sportieve, een zwemwedstrijd in de Lek op 11 juni. Juli. Het is bijzonder en uniek, Arie. Waarom is het bijzonder en uniek? Omdat het in Nederland de enige wedstrijd is die in de rivier wordt gezwommen. Ja. En ook nog eens een keer van punt A naar punt B toe. We gaan in Beuzichem vanaf de pont. 6 kilometer verder komen we in de jachthaven van Culemborg weer naar boven. 6 kilometer? 6 kilometer, ja. Maar daar is toch ook allemaal scheepvaart? De scheepvaart gaat gewoon door. Wij zetten de baan af om de 250 meter skippiebal. Ja. Dus het is echt wel veilig. Okay. 26 reddingsboten erop. Dus, dat is genoeg. Dat, heb je niet enorme onderstroom ook dan in die rivier? Nee, dat valt mee, hoor. Zolang de stuwen dicht blijven, hebben we geen last van stroming. Inschrijven voor de wedstrijd kan niet meer? Nee, de wedstrijd is dicht. Die heb ik gisteravond gesloten. Maar wat de mensen al wil oproepen, er is nog een prestatietocht over 2 kilometer. Ja. En dat is tot op zondag tot 2:30 is daar mogelijkheden tot inschrijving. Okay, dus... We starten vanaf de afgraving, dat is hier in Culemborg bekend wat het is. Halverwege Beuzichem in Culemborg. En dan 2 kilometer. En dan 2 kilometer. Ja, dus meld je aan in de Lek. Ik wens jou daar heel veel plezier. Dank je. En ik wil je uitnodigen aan tafel voor een vegetarische salade. Ah. Doe je mee? Ja. Oké. Ga ik nog heel even naar het publiek. Want ja, de kok die deed nogal een uitspraak. Jullie houden helemaal niet van een beetje bijzonder eten in Culemborg. Moet je Dolly? Hij zegt dat, doe maar gewoon met eten. Ja, vind ik ook, joh. Ja, doe maar gewoon, liever gewoon. Ja, gewoon. Doe maar gewoon. Nou, ik hou wel van een lekker dingetje op z'n tijd. Een lekker dingetje op? Wat is dan een lekker dingetje? Ja, een beetje iets apart. Een beetje rotti of zo. Oké, en u? Nou, wij gaan altijd naar het pannenkoekenrestaurant in Beuzichem. Dat is redelijk gewoon. Dat is heel gewoon, maar wel leuk. Ja, dat is zeker leuk. Ja. Zeker met kinderen natuurlijk. Hè? Ja. Wat is het lekkerste eten? Wat vind jij het allerlekkerste om te eten? Boterhammen, pindakaas, pannenkoek, frietjes. Een pannenkoek. Een pannenkoek. Nou, helemaal goed. Ik ga ondertussen naar de tafel, want ik ga naar een vegetarische maaltijd. Ik vind een pannenkoek ook lekker, maar moet je kijken hoe lekker dit eruit ziet. Leg eens even uit, Walter. Een salade gemaakt van gegilde groenten, dus aubergine, courgette, gele courgette, wat gegilde paprika, tomaatjes, wat aardappeltjes gekoten in saffraanbouillon en een beetje saffraan mayonaise. En natuurlijk bovenop de courgette die we gevuld hebben met spinazie, een klein beetje geitenkaas en nootjes. Gefrituurd ook nog. Die is gefrituurd, ja. Hij ziet er helemaal top uit. Dankjewel, Walter. Eet smakelijk. Hans, ik zeg geen senior. Hans, sterkte de komende tijd. Misschien kun je ook nog toch wel 's middags even in de Lek een baantje trekken. Wil je dat ik verdrink? Gaan we in de reddingsboot. Moet zuinig zijn. Veel plezier in ieder geval. Dank je. En ik hoop dat jullie lekker weer hebben. Dat komt wel goed, hè? En Anna, je hebt de voorkant van je boek nog, hè? Die gaan we nog even laten zien. Weet je meteen de naam? Zwarte tranen op mijn been. En het kwam wanneer uit? In oktober. Oktober, goed. Nou, ik ga het zeker lezen. En ik kan u aanraden om dat ook te doen. Want ik vind je een geweldige schrijfster. Dank jullie wel dat jullie mijn gasten wilden zijn. Culemborg, heel erg bedankt voor de gastvrijheid en jullie aanwezigheid. En ik zie u graag terug morgen in Groenlo. Dus tot dan. Dag. Dank jullie wel. Proeven. Mag dit met de handen? Ik ga dit meteen proeven. We zijn niet meer veel voor, hoor.
Wordt het Salau?